Als je het wil komen in je leven, dan moet je bereid zijn om door het uiterste te gaan, Pieter. Shout to the top, weet je wel? Oh, is dat het? Maar wat je als advies van mij als oude knar altijd meekrijgt, wees aardig tegen de mensen die jouw carrière trap omhoog, die je tegenkomt. Want je komt ze ook weer tegen als je naar beneden gaat. Ja, mooi. Dat zijn mooie dingetjes, hè? Dat moet je toch allemaal rekenen. Je hebt je van Willy Alberti, toch? Nee, net is het net van mij, is dat. Ach, dus, dat betreft. Weinig mensen weten dat, maar het is inderdaad zo. Pieter Kok vandaag voor het allerlaatst in deze succesformule. Jij hebt nu je eigen programma van 6 tot 9, 's morgens vroeg. Ja, 5 dagen in de week, hè. Hoe bevalt dat? Want je hebt er 2 weken op zitten. Oh ja, hartstikke goed eigenlijk. Ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. En het is mooi om wakker te mogen worden met de mensen in Noord-Holland. Leuk hoor, betaalt het een beetje. Zo, kijk eens. Niet slecht, hè? Het is 14:01, vrienden. Welkom bij de show. Luister mee naar de show. Die hele gekke show. Uur in de middag. Hier op NH Radio. En kijk mee via de beelden. Want zij zitten beiden hier. En het zijn iconen. Ik zei het al, ik ben blij dat ze zijn. Dries en Ben Kramer in de show. Applaus. Ja, maar dat verdien je ook. Want als ik goed geïnformeerd ben, hebben jullie meer dan 3 decennia al een vriendschap, Ben? Klopt dat? Klopt. Hoe is dat ontstaan? 1983 moest ik optreden in Amsterdam, het Leidseplein. Ja. En ik kom daar binnen en ik hoor daar iemand jodelen. En dat was dus Dries, maar die kende ik nog niet. Huh? En ik hoorde hem daar een heel bekend liedje zingen. Dus mijn broer, die altijd met me meeging, die is in mijn kleedkamer uitgelopen. Ik zeg, haal die Dries Roelvink als hij klaar is eens even hier naartoe. Want ik wil hem iets vragen. Dus hij komt naar mij toe. En toen kijk ik me heel boos aan. Hoe kom jij aan die orkestband? Ja. Maar leuk dat dus Dries een carrière begonnen is als jodelartiest. Wij waren daarbij en wij hebben opnames. Mooi, hè? Zo! Dat is niet eerlijk, hè? Goed, hoor. Nou, het verveelt snel. Nee, goed, helaas, want jullie hebben een nieuwe plaat uit natuurlijk. Mogen jullie niet zingen? Mogen we niet zingen? Nee, mag niet zingen. Door die coronatoestand? Nee, hoor, dat heeft niks mee te maken. Maar, ik ga wel het even helemaal draaien, want ik vind hem geweldig over de vriendschap. We gaan even luisteren. Wat is het nou toch vervelend? Ja, je wordt al oud, hè? Je wordt al oud, hè? Dit is hem. En, Dries Roelvink en Ben Kramer samen. Mooie single over vriendschap voor het leven. Jij hoeft niet te zeggen wat je voelt. Ik zie aan jou altijd precies wat jij bedoelt. In je ogen staat dat te lezen. Amigos, para siempre, ja, zo zal het altijd zijn.